En in orde van grootte, hoeveel inwoners heeft u gesproken? Zijn het tientallen, honderden, duizenden? Nou, duizenden, dat maak ik zeker niet waar. Kijk, ik heb mensen individueel bezocht. Ik heb aan tafels gezeten met 6 of 8 of 10 bewoners. Ik ben een aantal keren, ook op initiatief trouwens van de kinderombudsman, bij een school geweest. En ging dan in groepjes, een soort speeddate-achtige gesprekken en groepsdiscussies. En ik ga dat niet allemaal kunnen optellen. Maar het grote onderwerp was steeds veiligheid. Ook die kinderen. Die kinderen beginnen niet over procedures. Die zijn bang dat hun huis instort. Maar ook ouderen. Kijk, mag ik één? Die gebruik ik soms als voorbeeld. Want ik echt dacht, oh. Dus een mevrouw die nam mij mee naar de logeerkamer. Zei, kijk, er zit een scheur in de muur. Het is hier heel onveilig. Ik ben vergeten waar dat huis in de procedure zit. Maar het idee was bij deze mevrouw dat dit een heel onveilig huis was. En dit was de logeerkamer. En zei ze, kijk, soms komt mijn dochter logeren. Maar mijn dochter is nog zo jong. En die mag niet onder het puin komen. Dus dan laat ik mijn dochter in mijn bed slapen. En dan ga ik op de studeerkamer, want ik ben toch al oud. Op de logeerkamer, want ik ben toch al oud. Dan ga je wel naar huis en denk je, dit kunnen we toch echt niet langer meer maken. Ga nou toch fietsen, weet je. Jeetje. Potverdikme. Offer je leven op voor je dochter, omdat je huis nog niet veilig is. En hoe dat huis er werkelijk aan toe was, ik weet het niet. Maar het doet er ook niet toe. Weet je, veiligheid was het onderwerp. En ik zie al die andere redelijke doelen. Geen kwaad woord erover. Maar in mijn periode vond ik dit moet nu gaan over veiligheid. Dat is mijn opdracht. Ik zie dat het u raakt. Ja, die mevrouw die maakt wel indruk, ja. Ja, sorry.